En je ziet ook die wolken daar. En daar wil ik het met je over hebben. Want ik ben vandaag naar Terschelling gekomen. En ik had zo'n idee dat het mooi weer zou zijn. Ik had de voorspellingen gisteren gezien. Ik moet bekennen, er was één voorspelling die was heel mooi en de andere was eigenlijk wat minder. Maar ik had toch een soort verwachting dat het vandaag zonnig zou zijn of dat het niet zou regenen. Nou, ik heb net al een lekkere bui op mijn kop gehad. Ik heb net ook al een tijdje in een restaurantje gezeten vanwege de regen. Dus mijn verwachtingen komen niet uit. Nou, en dat is natuurlijk wat er wel vaker gebeurt in mijn leven, maar misschien ook in jouw leven. En ook wel in het bedrijfsleven, is dat we allemaal verwachtingen hebben. En het interessante van verwachtingen is dat verwachtingen zorgen ook voor teleurstelling. Zorgen voor dat je niet blij bent of dat je ontevreden bent met wat er is. Terwijl als je nou je verwachtingen aan zou passen en of geen verwachtingen zou hebben, helemaal geen verwachtingen zou hebben. Hoe zou het er dan uitzien? Hè? Dat betekent bijvoorbeeld ook dat je geen businessplan maakt. En wel misschien, zeg maar, als je toch een beetje wil beredeneren van wat moet ik die beslissing wel of niet nemen, die investering wel of niet doen, wel of niet mensen aannemen, dan reken je het misschien even door. Maar ga ervan uit dat zo'n berekening echt een momentopname is en eigenlijk ook een soort gedachtespinsel is. En een soort verwachting. En dat verwachtingen, ik wou zeggen, eigenlijk gewoon nooit uitkomen. Want het is altijd anders dan jij van tevoren verwacht, voorspeld, bedacht had. Soms komt het in de buurt, hè, en soms zit je er al niet te ver naast. Maar soms wordt het ook veel mooier, veel groter, veel beter, veel rustiger, veel wat het maar nog meer kan zijn. Dus verwachtingen zijn echt een garantie voor teleurstelling, een garantie voor ontevredenheid. Dus mijn advies aan jou is, stop eens met verwachtingen hebben. En hoe zou dat zijn als je voor je bedrijf geen verwachtingen meer hebt? Voor je omzet geen verwachtingen meer hebt. Als je medewerkers in dienst hebt, van je medewerkers geen verwachtingen hebt. Ik ben heel benieuwd wat dat zou opleveren. Je mag het achterlaten in een reactie bij deze video.